Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Terwijl ik bezig was met andere dingen, dacht ik van ik ga nog eens inchecken bij de mannelijke en de vrouwelijke dingen voor deze week. Ik heb bewust gisteren geen reading gedaan voor het 666-portaal, omdat het eigenlijk de hele maand eigenlijk het 666-portaal is. Dus we hadden gisteren 6622, maar er komt ook 156, dat is ook een 66-portaal, en 246, dat is ook een 6-portaal. Dus eigenlijk de ganse maand staat een teken van dat portaal. De ganse maand gaan we die energie voelen. Misschien niet altijd heel zo expliciet, maar het zal er wel zijn. Die druk, soms die ook die leegte. Die is er. En zeker naar aanleiding van de conjunctie tussen Mars en Chiron, planeet van de ronde healer, gaan we de komende week, zeker deze week, gepusht worden, uitgedaagd worden om onze schaduwen aan te kijken. En daarom dacht ik dus van wat, laten we eens kijken waar dat de mannelijke en de vrouwelijke energie zit op dit moment. En ze zijn allebei gefocust op volledige vervulling, volledige omarmen van alle liefde, alle overvloed op elk vlak in het leven. Maar we zijn er nog niet, want anders was hij eruit gekomen. Dus hij ligt aan de onderkant. Dus daar zijn we doorheen aan het werken. En misschien aan de onderkant, de onderliggende rode draad. Wat is de beïnvloeding ervan? Eigenlijk de emoties, die onbewuste schaduwen, die dingen dat we niet kunnen zien, behalve als de zon, als we de licht laten opschijnen. Dat is hetgeen dat we deze week voornamelijk gaan voelen. En dus wat krijgen we? De Seven of Crystals en de Abbot of Flames. Dat is voor de connectie. Dus dat is hetgeen dat we mee bezig zijn. Om vanuit de passie en de verbinding dat we hebben met onze ziel. Dus zowel mannelijk als vrouwelijk. Dus dat is voor beiden. Dus vanuit de vlam dat we voelen voor de ander. Dus als dit de mannelijke energie is, dat is de vrouwelijke energie. Is dit de vrouwelijke energie, dan is dit de mannelijke energie. Dus vanuit de verbinding dat we voelen met ons hart, met onze ziel. Gaan we die angsten kunnen loslaten en eigenlijk onze leven veel meer kunnen gaan vormgeven. En daarom krijgen we ook die Seven of Crystals. Dus we zijn klaar om naar buiten te stappen. We zijn klaar om vanuit die verbinding met onze passie, met onze ziel, met onze hogere zelf, om daar ook iets mee te gaan doen. Om onszelf te gaan realiseren in dit leven. Dat is hetgeen wat ik hoor. Ik ga deze een beetje opschrijven, zodat ik wat meer plaats heb voor de andere kaarten. En dan gaan we. In deze video ga ik dus niet apart doen voor mannelijke en vrouwelijke energie. Gaan we ze samen doen. Want het is echt bedoeld om is een check-in van de mannelijke en de vrouwelijke energie te gaan doen. En ook zie je hier Six of Crystals. Dus het geven en het nemen. Het leren geven en nemen. Het leren in flow. Het leren die balans creëren. Dat is hetgeen dat we doorheen gaan. En dan gaan we zien dat het wiel gaat gaan draaien. Dat we zelf die master worden. Hè? Want hier, dit is nog een leerling. Dat is niet de master in de tech. En dat vraagt van ons om natuurlijk weg te stappen van al de dingen die ons niet meer dienen. Dat is er te veel. Om weg te stappen van al de dingen die niet meer voor ons hoogste goed zijn. En die misschien tijdelijk wel wat verlossing brengen en tijdelijk wat vervulling brengen, maar eigenlijk op lange termijn meer kwaad dan goed doen. En dat kan zijn op vlak van geld, dat kan zijn op vlak van seks. Dus alles die met dat materiële hier te maken heeft. Dus dat we echt gewoon vanuit die diepste verbinding met onze ziel, vanuit hetgeen wat ons diepste kan gaan beroeren, dan van daaruit die connectie gaan vormgeven. Oké, ik ga het zo doen. Want die waren nog ter verklaring of extra verduidelijking. Maar dat niet mijn bedoeling was, maar ja, ik ben hier maar een tool voor het universum en jullie gidsen om boodschappen te brengen. Ja. Oké. Wat moeten we weten voor de mannelijke energie op dit moment? Oeh, dat is een 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Wat moeten we weten voor de vrouwelijke energie op dit moment? Wat moeten we weten van de vrouwelijke energie? Oeps, deze niet en die is er. Oké. Ja. En dus ook hier zie je terug weer hetzelfde.
De Page of Cups. Dus zowel mannelijke als vrouwelijke energie zijn aan het leren deze week om die verbinding tussen hoofd en hart te gaan vinden. Om van daaruit hun leven te gaan vormgeven. En ik ga eerst de kaarten van de vrouwelijke energie tonen, want wat we krijgen. Deze heb ik eens aan de kant leggen. We krijgen de King of Cups. De Zeven van de Zwaarden. Misschien of je die kan zien. Ja. De Queen of Cups. Dus je ziet, er is weerspiegeling. Dus deze week gaan we ook dingen gespiegeld zien. Ook hier spiegeling. Zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden. De Hoge Priesteres hebben we. De Zes van Bekers. En de Emperor. Dus wat zien we? Dat de vrouwelijke energie gefocust is op haar emoties. Maar vanuit de verbinding dat ze voelt met haar mannelijke energie, gaat ze in staat zijn om eigenlijk het grotere geheel, en daarom leggen die twee kaarten ook naast elkaar, om het grotere geheel veel meer te gaan zien. Er gaat veel meer helderheid komen, ook al is ze eigenlijk een stukje nostalgisch over de dingen die er geweest zijn. Maar ze gaat meer en meer ook leren dat ze haar mannelijke energie niet meer moet gaan zien vanuit het verleden, vanuit al de lasten die ze, en het hartzeer dat het gebracht heeft, dat hij haar heeft ik zou zeggen, gebracht, maar eigenlijk heeft dat niets met hem te maken. Hij spiegelt alleen maar. Hij spiegelt alleen maar. Maar dan gaat zij vanuit die verbinding dat ze voelt met de mannelijke energie, als haar wederhelft, als haar perfecte wederhelft, gaat ze veel meer ook die spiegeling zien voor haar eigen leven. Maar dat haar gaat helpen om haar fysieke wereld veel meer vorm te gaan geven. En dus vanuit de verbinding dat ze dan ook heeft met haar hogere zelf, dan gaat ze ook kunnen loskomen van de hartzeer, van de nostalgie, van de dingen die in het verleden gebeurd zijn. En haar wederhelft echt kunnen gaan zien voor wie dat hij werkelijk is, op zielsniveau. En dus niet meer gewoon als een of andere lanterfanter, als het ware, die haar leven komt verstoren. Maar nee, maar als eigenlijk haar echte koning, als haar volwaardige, geassandeerde versie van zichzelf. Dus haar ideale twin, haar ideale wederhelft. En wat zien we dan bij de mannelijke energie? Moet ik het zo leggen, zodat het voor jullie zichtbaar is. Dus deze is omgekeerd. Oké. Dus wat zien we bij de mannelijke energie? Dat ook daar het universum eigenlijk een handje in de pap te brokken heeft. In die zin dat ook hij die verbinding veel meer gaat gaan maken met zichzelf. En je ziet dan hier in één persoon en precies in een boot zitten of in dat water. Dus hij heeft die verbinding met die emoties gemaakt. Maar je ziet tegelijkertijd dat ook het grotere geheel. Maar hij heeft ook ondertussen geleerd om die verbinding met zichzelf en zijn eigen ziel, zijn eigen hart te gaan volgen. En dat zorgt ervoor dat ik al loskom van alle zorgen en alle onzekerheden. En tegelijkertijd gaat stoppen met het luisteren naar andere goeroes of andere leraren of vrienden of paals of maten of ouders of broers en zussen die het denken te weten hoe dat een dergelijke tweelingvlamrelatie of relaties gewoon in het algemeen eigenlijk moet gaan. En dat brengt eigenlijk die eenheid. Want je ziet hier mannelijke energie, vrouwelijke energie, eenheid in zichzelf en dan uiteindelijk eenheid ook in de connectie. Dus de mannelijke energie gaat deze week ook veel meer gaan voelen van wanneer dat hij meer en meer gaat gaan luisteren naar zijn eigen emoties, naar zijn eigen vrouwelijke energie, gaat hij kunnen die gedachten, die piekergedachten, die angsten gewoon aan de kant kunnen leggen. Had hij ook de buitenwereld stilzwijgen kunnen opleggen. En dat is ook de reden waarom dat de afgelopen weken de mannelijke energie in wat een hermit was, in kluizenaarsmodus en stil was. Want dat had hij nodig om uiteindelijk tot het kunnen ervaren van een individueel succes te komen. En de Seven of Wands, hier in dit geval, doen we voornamelijk ook denken aan de Eight of Wands, waarbij dat we die hele snelle communicatie gaan hebben. Maar hier is de zeven en ligt omgekeerd. Dus dat wil zeggen dat de mannelijke energie dat succesgeverhaal meer en meer ook gaat voelen en naarmate dat we volgende week naartoe gaan gaan, nog veel dieper gaat gaan ervaren. Maar daarom gaat hij er nog niet altijd over naar zijn vrouwelijke energie, dus naar de vrouwelijke energie naar haar over gaan communiceren. En dat is oké. Dat is oké. Het is en het blijft een pad van het zelf, het pad terugkeren naar zichzelf. En daarom is het belangrijk dat hij inderdaad de tijd neemt om het eerst zelf te integreren in zichzelf en daar balans te vinden in zichzelf,
om van daaruit dan dingen te communiceren met de vrouwelijke energie. En van daaruit dan ook met de wereld. Wat moeten we nog weten voor de mannelijke en de vrouwelijke energie voor deze week? Op welke manier kunnen we nog van dienst zijn? Ik voel dat het belangrijk is, zowel voor mannelijke als vrouwelijke energie, om regelmatig die grondingscode aan te passen. Dus om regelmatig jezelf terug te brengen in het nu. Want de emoties gaan hoog oplopen. En gaan ervoor zorgen dat de verbinding eigenlijk met dat schort voortdurend gaan voelen. Dus ga naar buiten. Er zijn ook voortdurend nieuwe downloads die binnenkomen, waardoor dat je het gevoel hebt dat je echt niet gegrond bent. Dat je in een. Eigenlijk naar je leven aan het kijken bent zoals je naar een televisieshow aan het kijken bent. En dat is een teken dat je eigenlijk je gronding mag aanpassen. Oeps, voilà, zie. Anders ga je all over the place en ga je niets bereiken. Oké, draai om hoor ik. Ja. Deze is Smoke and Mirrors. En dat is hetgeen dat we deze week, dat echt heel bewust van deze week mag zijn. Niet de dingen die dat je ziet gebeuren, dat is niet de waarheid. Maar focus op wat je voelt. Focus en weet dat die verbinding tussen je mannelijke en vrouwelijke energie en jezelf de sleutel is om de verbinding en het hart te openen ook van je wederhelft. Om het hart van de wereld te openen. Want eigenlijk, als je goed kijkt, is dat hart eigenlijk in dat hart zit in die handen. En in die handen ook zit de tekening van de wereld afgebeeld. Dus liefde is. De weg naar verlichting is de weg naar meer helderheid, is de weg terug naar jezelf. En dan, hoe meer je in die liefde en in die dat zachte, dat lichtere gaat gaan stappen, hoe meer dat je ook gaat ervaren dat het oké is. Ik ga anders deze kaart eens opzoeken, want ik voel dat daar een boodschap in zit dat we mogen meedelen. Maar ik moet zeggen, die rooskist heb ik roses. Roses kiss first. Heb ik eigenlijk nog niet zo vaak gehad. En die is verbonden met de tweede chakra. Dus van connectie, water, emoties, zoals ik net ook gezegd heb. Zoals dat hier ook heel duidelijk is. En de sleutelbegrippen die met die kaart verbonden zijn eigenlijk plezier. Genieten, dus het ervaren van momenten waarop dat je echt gaat genieten. Diepe vervulling. En ook het erkennen van je verlangens dat je hebt. En dus eigenlijk je wereld gaan ervaren met al jouw zintuigen. Dus, en je volledige zijn er ook te gaan betrekken. Dus dat is hetgeen waar we deze week mogen op focussen. Dus 3D is niet over dat het lijkt. Focus op de 5D en ga mee in die flow. Ja, er zijn inderdaad doornen en er zijn inderdaad lessen te leren. Maar op zich is het leven eigenlijk allemaal roze geur. Letterlijk. En gaan we doorheen die transformatie. Zie je ook hier twee lieve heersbeestjes. Zijn er twee? Oh nee, het is één. Kijk. Het is maar één. Wacht, hè. Kun je dat goed zien? Het is één en het geeft zijn vleugels open. Maar van omgekeerd leek het alsof het er twee waren. Twee, en dat dit een kopje was die samenkwamen. Dus ja, dat is ook niet voor niets dat zoals dat hier twee handen samenkomen, dat hier twee lieveheersbeestjes samenkomen. Dus ja, er zijn connecties die een soulmate of hun tweelingvlam of tweelingziel de komende weken gaan echt gaan ontmoeten, gaan dichter komen, gaan meer gaan verbinden. Omdat oude cyclussen naar aanleiding van het 666-portaal afgesloten zijn. En dus zodat ze klaar zijn om gelijk te gaan geven en delen. En dat is hier 47, is een 11 kaart. En dat is eigenlijk Union. Oh my god. Dan gaan we nog de video niet te lang maken, maar nog boodschappen om terug naar eenheid en liefde te komen. Dankjewel. Ik ben een boodschap om terug naar eenheid en liefde te komen. Dankjewel. Blijf ademen. Er gaan ook heel wat hartopeningen zijn. En die kunnen nogal pijnlijk zijn. Zeker als je het inhoudt en niet meegaat in die flow. Dus blijf gewoon ook ademen. Als je pijn ervaart, adem naar die pijn. En gebruik je ademhaling om die pijn ook weg te sturen. Liefde is de enige waarde die telt. Want liefde is ook de enige waarheid van het universum.
Als je iemand lief hebt, wees dan niet zuinig. Dat is ook datgene dat we hier hebben. En hier, ga all the way. Hè. Zet jezelf aan de kant. En beweeg vlot mee in nieuwe uitdagingen. En kijk wat het je brengt. Dus dat is hetgeen voor deze week. Ga mee in die flow. Ga verbind vanuit je hart. Laat de mannelijke energie die kleine successen ervaren. Maar laat het ook nog even voor zichzelf houden. En als vrouwelijke energie, hetzelfde eigenlijk een beetje verder gebouwd op vorige week. Maar blijf vertrouwen op de voeding die je krijgt. Blijf vertrouwen op die binding. En blijf dat ook voor ogen houden. En komen er andere dingen op je pad? Dat is ook oké. Okay. Geniet ervan. Ik zou zeggen, neem alles wat je kan. En dat klinkt misschien heel. Heel raar als het gaat over relaties en over seks en zo. Maar zet je leven niet op pauze omdat je denkt dat een of andere persoon jouw tweelingvlam is. Blijf de dingen doen die goed voelen voor jou en dan gaat automatisch jouw echte tweelingvlam perfect in dat plaatje passen. En daar ben ik zelf ook weer een voorbeeld in. Dus ik wens je alvast een heel fijne week. Wil je een geïndividualiseerde reading die dan iets ongeveer 3 keer zo uitgebreid is als dit. Dan kan je dat boeken via mijn website. Daar kan je ook met mij contact opnemen als je 1-op-1 ondersteuning wilt. Ik heb momenteel ruimte om misschien 2 mensen op te starten. Verder, als je zegt 1-op-1 is niet met mij, maar ik wil wel op een of andere manier samenwerken, dan is er ook het lidmaatschap. Revolutie via Liefde, waarin dat we eigenlijk WhatsApp-begeleiding ondersteunen. Daar kan je ook een individuele reading en een individuele sessie boeken, afhankelijk van het soort lidmaatschap dat je reserveert. En zijn er wekelijkse Zoom-sessies, waarin dat ik samen met mijn collega, coach Sarah, dan de Zoom-sessies en de WhatsApp-ondersteuning aanbieden. Zo, dat was het voor deze video. Als je vragen hebt rond ik zou zeggen rond de reading, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar rond op welke manier dat ik jou van dienst kan zijn, stuur me gerust een mailtje of zet je comment onder deze video en dan ga ik jou zeker beantwoorden. Zo, tot in de volgende!